blije gezichten bij FC Emmen. De scouting, en dan met name de internationale scouting, draait volop. En inmiddels stelt de nu 16-koppige selectie 3 buitenlandse aanwinsten. Dit is de nieuwe spits. 24 jaar en afkomstig van Wisla Krakau. Yeah, I'm a striker. I'm right-footed. And I like to play the most in the middle as number 9. Hij moet zorgen voor doelpunten? Ja, eigenlijk wel. Zo simpel is het eigenlijk. En dus, Marco heeft veel mogelijkheden, maar ja, in eerste instantie wordt hij natuurlijk voor de 9 positie gehaald. En dit is de nieuwe linksback van FC Emmen. Hij moet in Drenthe Tsaner Kavlan doen vergeten. I heard a little bit about the Eredivisie. So for young players, a good league, technical, fast. And yeah, I want to go the next step, new experience, and yes. Yeah, there was no option to stay at Bremen and to play in the Bundesliga. Oh, I think it's difficult. So I'm happy that I'm here now. Yeah. Ik denk dat hij wel heel wat overeenkomst met Kavlan heeft. Ja. Ja, hij is beter toch? Ja, hij is niet voor niets beste. Ja, nou ja, dat is lastig te zeggen. Als je 2 moet kiezen, dan is hij de beste. Ja, kijk, iemand speelt dus niet voor niks onder 21 Duitse nationale hoofdtal en traint gewoon het hele jaar met een Bundesliga club mee. En de jongen die wel een aardig niveau heeft en wat ik al aangeef, ook onder Peter Bos hebben we de eerste van Borussia Dortmund al gespeeld. Dus ja, die kan wel wat. En ja, hij heeft ons in beelden overtuigd. We hebben allerlei info die we binnen konden krijgen, binnengehaald. Ja, en ook met Jan Niklas zijn we heel blij.